Kijk hoor, een rijder van Kofa komt deze kant op. Deze brief is van Obaydallah ibn Ziyad, de gouverneur van Kofa. Van de bevelhebber Obaydallah ibn Ziyad aan Hor ibn Yazid Riyahi. Op het lezen van deze brief beveel ik je om het leven van Hosein moeilijker te maken en hem op een plaats waar geen water is vast te houden. We moeten hier ons kamp opzetten op bevel van Ibn Ziyad. Schaam je hoor. Dit is een droog land. Vrouwen en kinderen kunnen hier niet verblijven. Laat ons ons kamp opzetten in een van de nabije dorpen. Ik kan dat niet toestaan, o zoon van de profeet. Probeer alsjeblieft mijn situatie te begrijpen. De boodschapper van Ibn Ziyad houdt me in de gaten. Om er zeker van te zijn dat. Zohair, een trouwe metgezel van Imam Hussein a.s., vroeg de imam om hem te laten vechten tegen het leger van Hor. Maar de imam weigerde. Ik wens niet degene te zijn wie deze strijd aanvangt. Sta ons toe om ze nu te bestrijden. Meerdere troepen zullen zich later tot hun voegen. En we hebben misschien niet de kracht ze te bestrijden. Imam Hussein vroeg zijn metgezellen om de naam van deze droge vlakte. Wat is de naam van deze vlakte? Deze vlakte heet Najaf. O zoon van Allah's boodschapper, mogen ik voor u opgeofferd worden. Ze noemen het ook Karbala. Ze noemen het ook Gadiriyah. O God, ik zoek bescherming in U, van Karp, verdriet en Bala, ellende. De voorspelling is compleet. Dit is het beschreven land. Vanaf die dag, de tweede dag van Muharram, tot de negende groeide het leger vanuit Kova constant door, door de toevoeging van nieuwe soldaten. Ibn Ziyad stuurde Omar ibn Sa'd als de bevelhebber van dit grote leger. Op de zevende van Muharram ontving Omar ibn Sa'd het onmenselijk bevel van Ibn Ziyad. Voorkom dat Hosein en zijn metgezellen water drinken uit de rivier Eufraat en laat ze geen enkele druppel tot zich nemen. Laat ze onder geen voorwaarde water uit de rivier halen. Omar ibn Sa'd beval Amir ibn al-Hajjaj om met 500 van zijn soldaten te voorkomen dat de imam en zijn metgezellen toegang hadden tot de Eufraat. Amir ibn al-Hajjaj was zelf een van de mensen die de uitnodigende brieven voor Imam had geschreven. Hossein, kan je zien hoe helder het water van de Eufraat is? Ik zweer tot God. Dat je nooit ook maar één druppel zal drinken voor je dood. Ik zal hier staan en je dood aan uitdroging getuigen.